Vandaag is er een plakkaat onthuld hier aan de Prinsessenstraat 47, een van de oude monumentale huizen hier in Paramaribo. Het is van belang dat we onze oude monumentale gebouwen gaan koesteren en dat we deze in alle eer weer kunnen herstellen, zodat deze verder gebruikt kan worden. Niet alleen voor toeristische mogelijkheden, maar ook voor het historische. Wij voeren u terug naar dit moment in gesprek met mevrouw Boers, directeur van Prins Bernhard Cultuurfonds, maar zo ook met meneer Kenneth van Stadsherstel Paramaribo. Het bezoek van ons uit Nederland vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds is omdat we in samenwerking met Stadsherstel Suriname de restauratie van dit historische woonhuis hebben mede mogelijk gemaakt. En we doen dat samen om de levendigheid in de binnenstad van Paramaribo te bevorderen. Of in ieder geval eigenlijk hopen we dat we binnenkort hier weer mensen gaan wonen. Om op die manier de stad ook van de mensen te laten zijn. Welke culturele bijdrage of welke culturele meerwaarde heeft deze woning voor de gemeenschap, naast dus dat het hier in Paramaribo staat? Maar wat kan het nog meer betekenen voor de gemeenschap? Nou, wij hopen dat met het behoud van het historische pand de geschiedenis bewaard blijft. Dat mensen die er niet in wonen, maar wel buiten, daarvan genieten en zien van dat er een mooi historisch pand er goed bij staat. Dat misschien andere bewoners ook inspireert om het onderhoud goed op te pakken en voor degene die in de stad zijn, dat kan de toerist zijn, maar ook degene uit Paramaribo of net buiten Paramaribo, dat ze denken de stad ziet er goed uit, is een mooie plek om te zijn. Welke andere projecten zijn nog eigenlijk in planning met betrekking tot Suriname om toch wel veel meer van dit soort projecten uit te voeren? Ja, we hebben met Stadsherstel Suriname al een samenwerking al 15 jaar. Dus we hebben meerdere panden met elkaar gerestaureerd. Maar wij vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben wel de ambitie om de komende jaren, en daarom ben ik ook hier om dat verder te onderzoeken, of dat we niet alleen de restauraties, maar of dat we ook verder kunnen kijken naar het gebruik van de panden. We hadden ons nu als doel gesteld een particuliere bewoning. Maar we willen ook kijken of we in de binnenstad ook toch niet meer kunnen kijken naar panden met een publieke functie. Waarbij misschien een culturele instelling, een dansschool, muziek, waarbij de interactie nog meer plaatsvindt. En omdat we ook weten dat als panden goed in gebruik zijn, waar dagelijks iets gebeurt, dat ze dan beter behouden blijven. En ook voor de verlevendiging in de binnenstad is natuurlijk daar waar iets gebeurt, mensen extra komen, hopelijk extra aantrekkelijk. Dus we gaan eigenlijk van het materiële naar ook het immateriële erfgoed om op die manier in Suriname met elkaar dat ook te bewaren en te koesteren. Vandaag wordt het plakkaat onthuld en daarop staat ook wat informatie. Is het ook de bedoeling dat met zo'n plakkaat dat de gemeenschap toch wel weet van wat er allemaal hier zich zo'n beetje heeft afgespeeld? Nou, dat is altijd mooi als je de historie kan delen. En dat geeft denk ik ook de trots weer op de geschiedenis. Want dit huis is ook ooit gebouwd met een bepaalde intentie bewoond. Ik denk dat het altijd leuk is om te leren van het verleden, maar ook, het is ook mooi als een huis weer meegaat in de toekomst. Want ja, we gaan vooruit met z'n allen en zo kan het weer mee verder de toekomst in. En hoe is er nagedacht over de jongeren om deze te betrekken bij het historisch gedeelte, bij het cultureel gedeelte van zo'n woning? We proberen in ieder geval bij de restauraties jongeren te betrekken vanuit het ambacht of het doorgeven van het ambacht, op een bepaalde manier van houtbewerking, de restauratie, om daarmee eigenlijk kennisoverdracht te laten plaatsvinden, dat ook weer van generatie op generatie weer meegaat, omdat hier andere technieken nodig zijn dan in de nieuwe bouw. Dus dat is iets wat wij graag voorstaan. Maar als we kijken naar de toekomst, hopen we ook dat we in andere panden in de binnenstad misschien ook meer plek hebben voor educatieve functie of onderzoeksfunctie naar de historie of verhalen vertellen. Dat we dat mede mogelijk maken. Dan niet alleen het pand, maar ook die programmering. Geweldig goed. Als je zelf ook ziet, mooi pand. Meer dan 100% de moeite waard om gerestaureerd te hebben en te behouden. 1 voor
het land Suriname. Twee, voor ons als stadsherstel. Omdat wij dus in onze doelstelling hebben staan dat we zoveel als mogelijk monumentwaardige panden willen herstellen en in stand houden. Om op die manier het gebouwd erfgoed van Suriname te laten blijven bestaan. Eén, als je je historie niet kent, en die herken je direct als je naar zo'n pand kijkt, dan weet je niet waar je vandaan komt en kun je minder goed bepalen waar je naartoe gaat. Twee, het is iets cultureels dat je moet waarderen datgene wat voor prestaties in welke zin dan ook zijn neergezet door onze voorouders. En dit is de manier waarop wij in Suriname hier aan de bijdrage willen leveren. Dus ik voel me heel erg goed. En als we het hebben over de jongere gemeenschap betrekken bij dit soort projecten, hoe zal u daar naartoe streven? Nou, we hebben te weinig menskracht om, grotere awarenesscampagnes te doen. Maar het ligt wel in ons plan. Het zit wel in ons plan. En een aantal jaren geleden hebben we een actieve vereniging van ons gehad die nogal wat heeft gedaan. Open monumentendagen georganiseerd, maar ook een tv-serie heeft geproduceerd waarin de waarde en de moeite van het behouden van het gebouwd erfgoed aan de orde is gekomen. De bedoeling was om dat ook uit te rollen naar scholen en dergelijke, zodat met name de jeugd ook deze kennis en deze awareness mee zou krijgen. Maar voor alles moet je geld hebben. En dat is niet altijd even makkelijk. En wat zijn de andere projecten waaraan er nog gewerkt zal worden vanuit het stadsherstel Paramaribo? Er liggen een aantal panden waar we zeggen van dat is de moeite waard. Maar als je mij vraagt, de eerstvolgende zou kunnen zijn het pand precies naast ons hier, wat nu al bijna 5 jaar leeg staat en verwaarloosd erbij staat. Maar als alleen maar ernaar kijkt, denk van god, dat kan toch niet. Naast nummer 47 eentje die helemaal brokko is. Dus dat zou het volgende object kunnen zijn. Heeft u nog een boodschap naar de gemeenschap toe met betrekking tot onze monumentale gebouwen en huizen? Ja, in ieder geval de bezitters van die gebouwen. Alsjeblieft, besteed er een beetje aandacht aan. Alles is het alleen maar een likje verf om het er goed uit te zien. En ik kan me voorstellen dat mensen niet in de financiële omstandigheden zitten. Wij zijn ook met onze gevers aan het bekijken op welke manier dat zou kunnen. Makkelijker aan geld komen, meestal is dat een lening. En via dit interview doe ik ook een beroep op de overheid om dat geld wat ze ooit hebben gereserveerd om in zo'n fonds te stoppen, zodat mensen tegen betere voorwaarden geld zouden kunnen krijgen om hun huis te restaureren en te onderhouden, hun gebouwd erfgoed, om dat in werking te stellen.